Vandaag is een hele, hele leuke dag, want... Wil jij het vertellen? Wij gaan even een vlechtje maken, Sarah. Jee, Sarah. Wil jij maar denken dat ik moest wachten tot papa terugkomt om te koken? Goedemorgen, het is zaterdag. Hé, hey, kijk nou. Je hebt hier nog een piekie op je hoofd. Piekie. Piekie. Vandaag is een hele, hele leuke dag, want... Wil jij het vertellen? Ik ga morgen afzwemmen. Zij gaat vandaag afzwemmen. Eindelijk voor de diploma. Nee, toch voor mijn been. Oh, voor je been? Ja. Heb je je grafjas aan? Nee. Heb jij je grafjas aan? Ik heb ten eerste geen jas aan. Het wordt denk ik je C dan maar. Dan hebben ze gelijk ABC. Nee, ik ga voor mijn B. Oh, voor je B. Maar Sarah gaat dus voor de A vandaag. En dat is helemaal leuk. Voor mijn B toch? En ze is een beetje zenuwachtig. Maar dat mag best. Dat is niet erg. Maar je houdt het sowieso, want anders mocht je al niet afzwemmen. Dus dat komt helemaal goed. En we hebben er zin in. En ik ga dus, Mario karten. Sarah loopt nog lekker in de pyjama. Ik trouwens ook. Alleen, ik heb er wat overheen aangetrokken. En... Want anders moet ze zich nu omkleden. Moet ze zich zo weer omkleden voor de zwemles. En na zwemmen weer omkleden. Dus ik had zoiets, blijf maar lekker even in een pyjamaatje lopen. En dan kan je zo in één keer omkleden voor het zwemmen. En dan je gewone kleren, die heb ik al in de zwemtas gedaan. Dus die kan ze dan na zwemles aan. En mijn oogje lukt. En nu is ze lekker aan Mario Kart, hè? Nee hoor. Nee? Nou, hij staat wel aan. Maar je mag, doe maar een race nog. Maar wil je een stukje filmen? Welke filmen? Ja. Nou, laat zien. Oh, je bent ballongevecht aan het doen. Ja. Dat is heel anders, hè? Oh, dat deze? Dan moet je wel zelf je ballonnetjes intact houden. Ja, die gaat niet vragen. Dat is wel leuk als ze nu tegen je aanbotsen met die. Dan gaat het... Dan raak je ze ook. Oh, ja, dan ben je ballon kwijt. Oeh, uitkijken voor de bommen. Oh. Dat is wel jammer. Ik ben heel slecht erin. Ja? Je hebt een groen schild, zo, dus op iemand schieten. Schieten dan? Ik heb geschoten. Ja. Hé, hey, die bom gooien naar hem. Niet naar jezelf, ver vooruit. En nu wegrijden. Ja, hé. Hey. Dat was goed, die had je. Ik ben nu aan het lunchen en ik eet gewoon een boterham, 2 krentenbollen en ik heb al een paprikaatje op. En bijna 1 krentenbol. Wij gaan even een vlechtje maken, Sarah. Want het is wel fijn met afzwemmen dat niet toch haar los kan raken of een staart kan zakken. Vlecht blijft toch altijd beter zitten. Ik denk, jammer, dit plukje aan de zijkant, die is net te kort. Maar goed, helemaal goed. Is die zo strak genoeg? Ja. Oké. Okay. Ook niet te strak, want daar heb je er last van. Ik vlecht hem halverwege, want anders heb je dat korte haar, dan gaat het er juist uit. Omdat je laagjes hebt. En zo blijft het wel vastzitten, maar dan heb ik ook alle laagjes in het elastiekje. Toch alleen maar voor zwemmen. Maar dat is denk ik wel fijn, hè? Ja. Oké. Zo, tada. Dus ik heb alleen maar zo'n stukje gevlochten. En de rest hangt dan los eronder. En dan blijft het goed allemaal in zitten. Want anders heb je altijd dat die laagjes loskomen. Zo. Ben je er zo klaar voor? Mag je schoentjes aan gaan doen? Dan kunnen we zo de deur uit. Ja. Heeft haar diploma. Ik ben zo trots op je. Voel je je ook helemaal blij nu? Nee. Echt wel? Nee. Nou, en wat eten we als verrassing? We weten geen verrassingen. Dus
komt goed. Ik krijg een heel leuk cadeautje. Nou, nee, met je C krijg je een heel leuk cadeautje. Wat ga je doen? Ik moet even iets, een appje beantwoorden. Ga je maar kijken waar papa is? Hallo. Had je een auto gezien? Ja, wie is auto? Hé, wat heb je daar? Je hebt een diploma. Zo. Gefeliciteerd. Wil jij maar denken dat ik moest wachten tot papa terugkomt om te koken? Verrassing. We hebben eten. Het is uiteindelijk geworden, of Verhagen. Wat? Verhagen. Kom op, gaan we lekker eten. Mag je helemaal het ijsblokje zetten? Ja, maar hebben die weer niet als eerste gedaan? Ja. Nee. Wij gaan weer Penosa kijken. Ik zit er echt helemaal in. Grappig, die serie is natuurlijk al best wel oud, maar ik had hem nooit gezien. Maar ik vind hem helemaal leuk. Ja, ik wil ook thee. Ik wil altijd thee. Dat was een kort stukje Penosa. Marco die was zo moe, dus die viel bijna gelijk al zo goed als in slaap. Dus die is naar bed. Dus ik ga een film kijken. En we hebben op Netflix echt een enorme mijn lijst. Wat, moet ik wel zeggen, 70% van Sarah is. Maar er stond nog een film in. Concussion met Will Smith. En films met Will Smith zijn eigenlijk altijd goed. Dus geen laptop vandaag, wat dan ook. Ik heb er even geen zin in vandaag. Dus ik ga deze film kijken. En toen was ik moe. Ik heb de film nog niet eens afgekeken. Terwijl ik hem echt, echt heel erg goed vind. Maar ik kan hier nooit bij. Ik kijk morgenavond wel af, denk ik. Ik ga nu slapen. Dus ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!